Enjoying Everyday Life. Ontvang nieuwe kracht. Beste luisteraar, heb je ook wel eens van die dagen dat je wilde dat je sterker, gelukkiger, gezonder en meer heel was dan je bent? Dan komt deze podcast misschien wel precies op tijd. Ik heb deze gevoelens wel vaker gehad. Ik denk dat voor ons allemaal geldt dat we op bepaalde momenten denken, God, ik voel me vandaag zo overweldigd. Waarom kan ik niet wat sterker in mijn schoenen staan? Misschien heb je slecht nieuws gekregen dat je ontmoedigde, een pijnlijke reactie waar je onzeker van werd, of heb je een fout gemaakt waar je van ondersteboven bent geraakt. Met als gevolg dat je je helemaal niet sterk voelt. Ik begon deze podcast met deze vragen, omdat ik goed nieuws voor je heb. Jouw kracht hoeft niet bepaald te worden door je omstandigheden of gevoelens, want de vreugde van de Heer is jouw kracht. Ik heb ontdekt dat gevoelens onvoorspelbaar zijn. Is dat jou ook opgevallen? De ene dag voel je je alsof je de hele wereld aan kunt, en de volgende dag heb je nauwelijks de moed om uit bed te komen. Onvoorspelbare gevoelens. Dit is precies de reden dat we onze gevoelens niet laten bepalen hoe we in het leven staan. Gevoelens zijn niet de bron van onze kracht. Nehemia 8, vers 10 geeft ons een duidelijke opdracht: Wees niet bedroefd of depressief, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Ik ben zo gek op deze tekst. Als je leert te leven in de vreugde van de Heer kun je vrede ervaren terwijl alles om je heen een chaos lijkt. Zie Filippenzen 4 vers 7. Kun je jezelf bemoedigen zelfs als niemand anders dat doet? Zie 1 Samuel 30 vers 6. Kun je iemand vergeven in plaats van je gekwetst en bitter te voelen? Zie Colossenzen 3 vers 13. Jij kunt die stabiele, sterke steun zijn waar anderen om je heen op willen leunen. Zie Romeinen 15, vers 1. Dit zijn dingen die ik al een aantal jaren wist, maar ik leefde er niet naar. Maar in de loop van de tijd heeft God me zoveel geleerd over de kracht van Zijn vreugde. Een van de belangrijkste lessen die God me liet zien, is dat als we willen leven in Zijn vreugde, we de dingen waar we aan denken moeten veranderen. Want waar we aan denken, heeft alles te maken met de kwaliteit van ons leven. Uit ervaring weet ik dat dit waar is. Want jarenlang richtte ik mijn gedachten op leugenachtige zaken zonder dat ik het zelf doorhad. Ik dacht dingen als: Joyce, niemand trekt zich iets van jou aan. Niemand houdt van je. Je zult altijd een tweederangs leven leiden omdat je door je vader bent misbruikt. Je bent niets meer dan beschadigde goederen. Deze gedachten maakten me niet alleen boos en bitter, maar ze waren er ook de oorzaak van dat ik geen genezing ontving in de vele gebieden van mijn leven waarin ik genezing nodig had. Vreugde, gezondheid, heelheid, vrede, kracht, die komen ons leven binnen wanneer we ons denken veranderen. In Filippenzen 4, vers 8 schrijft Paulus dat we kunnen kiezen aan wat voor dingen we denken. Hij roept ons op, Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat beluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Mijn vraag aan jou vandaag is, wat is er in jouw leven dat het waard is om God voor te prijzen? Heb je een dak boven je hoofd? Dat is iets prijzenswaardigs. Heb je vrienden en familie die van je houden? Dat is iets prijzenswaardigs. Heb je elektriciteit en stromend water? Dat is iets prijzenswaardigs. Heb je lucht in je longen? Dat is iets prijzenswaardigs. Wanneer je je denken verandert, zul je de goedheid van God herkennen, hoe je je ook voelt, en je zult zijn vreugde ervaren als nooit tevoren. Want vreugde is niet alleen maar een vrolijk gevoel op basis van onze omstandigheden. De vreugde die God geeft, brengt vreugde en tevredenheid in onze ziel, zelfs als onze omstandigheden moeilijk zijn en nergens op lijken te slaan vreugde is een gave van god daarom is die vreugde de bron van onze kracht nu je luistert wil ik graag dat je de keuze maakt de volgende keer dat je je ontmoedigd voelt door een situatie wil ik dat je zegt god ik weet dat u groter bent dan dit probleem ik kies voor uw vreugde Siep, 55 vers 23 de volgende keer dat je je gekwetst voelt door een ongevoelig persoon, wil ik dat je zegt: God, ik ga geen bittere gevoelens koesteren. Ik vergeef deze persoon. Ik kies voor uw vreugde. Zie Efeziërs 4: vers 31 en 32. De volgende keer dat je je zorgen maakt over je gezondheid, wil ik dat je zegt: God, ik weet dat u mijn genezer bent. Ik vestig mijn geloof op u. Ik kies voor uw vreugde. Zie, Jesaja 53, vers 5. Wanneer je dit doet, zul je verbaasd staan over het verschil dat dit in je leven zal maken. Door Gods Woord te gebruiken om je eigen woorden en gedachten te sturen, in plaats van alleen maar te reageren op situaties, Zul je een kracht van God ervaren die je niet voor mogelijk had gehouden? Onthoud dat het niet gaat om wat je voelt of om hoe je omstandigheden eruit zien. Die dingen zijn niet de bron van je kracht. De vreugde van de Heer is jouw kracht en je kunt elke dag in die vreugde leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.